Inmiddels bij ons aan tafel Jelle Soetendal, wethouder. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je bij ons wilt aanschuiven. Ja. Wethouder, ja, ik vind het een vrij algemeen begrip, maar hoe ziet een dag van een wethouder er nou uit? Ja, dat is, mensen vragen vaak of je iets met wetgeving te maken hebt. Nou, ook wel, maar eigenlijk is het vooral bestuurder die probeert de dagelijkse gang van zaken in de gemeente goed te regelen voor de mensen die in die gemeente wonen. En dan gaat het over dingen van grasmaaien tot en met onderwijs en tegenwoordig ook allemaal zorgtaken daarbij. Wat zijn dan op dit moment de punten waar je het meeste druk bent? Ja, dat verschilt natuurlijk per wethouder. Ikzelf heb onder andere de gemeentefinanciën in portefeuille. Dus dat is iets waar we natuurlijk, zeker in Heerenveen, de nodige stappen moesten zetten en ook hebben gezet. Dat gaat gelukkig heel erg de goede kant op, dus daar zijn we heel blij mee. En het is ook bekend, denk ik, dat gemeenten een flink aantal nieuwe taken hebben gekregen. Voor jeugdzorg, maar ook voor zorg voor mensen met een beperking of voor ouderen. Nou, dat zijn ook onderwerpen die gewoon heel veel van onze aandacht vragen en ook voortdurend nog in beweging zijn. Ja, want je hebt ook de portefeuille sport. Ja. Ja? Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen in? Ja, we zijn op dit moment aan het kijken binnen onze gemeente van wat nu bijvoorbeeld de krimp en het feit dat wij vergrijzen, wat voor effect dat heeft op onze sportverenigingen en onze sportaccommodaties. Dus je ziet bijvoorbeeld in een aantal buitendorpen dat het aantal jongere jeugdigen afneemt. Dus er zijn gewoon minder kinderen die bijvoorbeeld gaan voetballen. Maar er komen weer meer senioren. Dus we zijn erg aan het kijken van goh, wat betekent dat nu voor een voetbalvereniging. En je ziet bijvoorbeeld dat het Old Stars of het seniorenvoetbal dan in opkomst is. Nou, daar willen we ons echt op voorbereiden voor de toekomst. Zodat we accommodaties daarop afstemmen, maar ook het aanbod, de programma's daarop afstemmen. Ja, eigenlijk verschuift dus het hele vlak. Hè? Je hebt minder jeugd, meer ouderen. Ja. Dus dat lijkt mij inderdaad ook wel nodig om dat aan te pakken. Ja, en waar jeugd vooral tussen 5 en 8 s'avonds wil sporten, zie je dat ouderen dat 's ochtends 10 uur na de koffie doen. Hè, dan rond 12:30 weer thuis willen zijn om te eten. Dus je ziet ook allemaal andere dingen die gaan schuiven. Je hebt op andere momenten trainers nodig, andere momenten de accommodatie nodig. Dus dat zijn we echt goed aan het uitzoeken. En toch zijn er wel veranderingen natuurlijk, want in het onderwijs, ik ben zelf werkzaam in het onderwijs, heb je natuurlijk te maken met, ook met krimp, maar ook met continu rooster. Dus ook daarin zijn weer meer mogelijkheden op sportgebied, denk ik. En samenwerkingsverbanden? Ja, er wordt ook veel samengewerkt. Wij hebben in Heerenveen combinatiefunctionarissen ook, hè, dus die begeleiden kinderen ook in die naschoolse activiteiten naar verschillende sportverenigingen toe, ook naar ijshockey, zeg maar. Dat was mijn volgende vraag. Dus het is natuurlijk in Heerenveen een heel breed aanbod voor kinderen om te gaan sporten. Dat is heel mooi, maar dat maakt het soms ook wel lastig om te kiezen. Dus is het heel goed dat we via de combinatiefunctionarissen kinderen met heel veel verschillende soorten sport in aanraking kunnen laten komen. En dat er ook goede samenwerking is op dat gebied met de verenigingen. En de scholen dan lijkt me. En de scholen, ja. Ja, daar ben je toch wel afhankelijk van. In je portefeuille zit ook grondbedrijf. Ik heb dat geprobeerd te googlen. Ik kwam niet heel ver. Ik vraag het gewoon zelf. Ja. Leg eens uit, wat is dat? Ja, het gemeentelijk grondbedrijf is eigenlijk gewoon alle grond die de gemeente in eigendom heeft en die zij wil verkopen of verhuren of verpachten. Okay. Dus dat kan zijn grond voor bedrijventerreinen of grond waar we woningbouw op willen plegen. Het kan ook zijn een voormalige locatie waar bijvoorbeeld een school heeft gestaan, waar de school is afgebroken en waar dan nog een andere bestemming voor moet komen. Nou, al dat soort grond zit in het grondbedrijf, zo noemen we dat. Ja. En probeer je zo goed mogelijk te kijken van hoe je grond kunt verkopen of verpachten op een manier dat het ook voor ons weer rendeert. Zijn daar nog ontwikkelingen in? Want ik hoor jou iets over een afgebroken school. Dat zie je vlak in de buurt. Is daar van alles aan de hand gelopen? Daar komt op die plek weer een nieuwe school. Ja. Maar je ziet wel dat ook bijvoorbeeld daardoor komt een andere schoollocatie weer beschikbaar. Dus daar zijn we aan het kijken of dat een plek is die bijvoorbeeld voor woningbouw geschikt is. Dat zijn zeg maar inbreidingslocaties. En dat soort ontwikkelingen, ja, dat zie je dat schoolgebouwen ook soms een nieuwe bestemming krijgen. Nou, ook die gebouwen zitten in het gemeentelijk grondbedrijf. En we kijken natuurlijk goed van is het een gebouw waar nog, wat nog voldoende duurzaam is om een ander gebruik ook voor te vinden. Bij veel gemeenten daar heerste de angst dat ze vanuit het Rijk heel veel nieuwe taken toegeschoven kregen, dat ze daar niet klaar voor zouden zijn. Ja. Heb je de indruk dat de gemeente Heerenveen dat wel is? Of zijn er nog dingen die aangepast moeten worden? Of wat?
Ja, kijk, dat was met name voor de datum 1 januari dat we daar allemaal heel bang voor waren in heel Nederland. Hè. Daarna zou het allemaal misgaan als de gemeente het zouden gaan doen. Dat zie je eigenlijk, denk ik, nergens in Nederland. Maar zeker in Heerenveen zijn we al heel vroeg gestart met voorbereiden op die nieuwe taken. Dus er zijn best... Want niet alleen zorg, maar je hebt ook nog veel meer andere taken. Zorg en jeugd en ook rondom werk is er veel veranderd, werk en bijstand. En er zijn best dingen misgegaan hoor. En dat is ook voor mensen die het betreft natuurlijk heel vervelend. Maar doorsnee hebben we het heel goed opgepakt, denk ik, in Heerenveen. En omdat het juist bij een gemeente is geregeld en dicht bij mensen is georganiseerd, kunnen we ook, als het misgaat, heel snel ingrijpen en aanpassen. Dus dan zijn de lijnen korter. Ja, dus het was altijd ver weg in Den Haag, redelijk anoniem op afstand. En nu is het gewoon dichtbij herkenbaar. De gemeente heeft MyTinkers, die kennen de mensen vaak ook. Dus die kun je benaderen en je vraag stellen of je probleem... Ja. Friese naam. Ja, precies. Vind ik wel leuk. Ja. Nou ja, en wij hebben het gevoel dat het werkt. Ze worden heel goed gevonden. Daardoor hebben ze het ook heel druk. Dat is natuurlijk wel eens een nadeel. Hoeveel zijn dat er? Het zijn op dit moment 14. 14? Ja, 14 mensen over onze hele gemeente in verschillende gebieden ingedeeld. Die proberen zoveel mogelijk in de eerste lijn bij mensen, dicht bij de wijken en dorpen, de vraag op te vangen of om meteen een oplossing te vinden met mensen samen. Zonder dat daar meteen altijd een heel ingewikkelde zorgorganisatie voor nodig is, maar dat ook dicht bij mensen proberen te organiseren. Okay. Ja. Goed, we moeten het afronden. Nog even een laatste vraag. Wat verwacht je van de wedstrijd vanavond? Ja, dat vond ik een hele lastige, want je hebt geprobeerd aan te duiden hè, hoe het met de verschillende competities werkt. En hoe ik ze nu moet vergelijken met elkaar, dat weet ik niet. Maar het zou natuurlijk mooi zijn wanneer we een beetje onze overwinningen voort kunnen zetten. Dus dat we in ieder geval dat gevoel vasthouden en vanavond gaan winnen. Oké. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel kijkplezier vanavond bij de wedstrijd. Ja, bedankt voor je aanwezigheid.